Iedere week daag ik een BN'er uit voor een duel. In de strijd maken we gebruik van de nieuwste gadgets. Deze week neem ik het op tegen Patrick Martens. Patrick Martens. Klaas van Kruisten. Waar heb je voor het laatst gewonnen? Dat was... De tegenstander die vandaag van mij mag verliezen is acteur en presentator Patrick Martens. Hij heeft een flinke lijst aan films en series op zijn naam staan. En tegenwoordig is hij ook een van de presentatoren van Koffietijd. Wat gaan we doen eigenlijk? Goeie vraag. Geen idee. Eten misschien? Oh, met hamburgers. Hallo, wie ben jij? Mijn naam is Senna. Dag. Kijk, dat is een lekkere binnenkomen. Senna doet al 16 jaar aan kunstrolschaatsen. Ze behoort in Nederland tot de absolute top. En ook bij Europese kampioenschappen staat ze haar vrouwtje. Als horecatijger heeft ze misschien nog wat te leren. Maar het is maar de vraag of wij dat beter kunnen. Jullie gaan vandaag een challenge doen als rolschaatsoper. Oh, nee. Maar jullie gaan het vandaag niet op rolschaatsen doen. Jullie gaan het namelijk op een hoverbord doen. Namelijk de Ninebot S. En hier moet je dus op staan. Ik ken mijn eigen motoriek en ik hoop dat dit goed gaat. Dit wordt een uitdaging. In de jaren 50 waren serveersters op rolschaatsen enorm populair in Amerika. Bij zogenaamde drive-in diners. Patrick en ik doen vandaag hetzelfde, maar pakken het wel wat moderner aan met deze hoverboards. Maar hoe stuur je? Rustig, ik vind het eng. De bedoeling van dit duel is dus dat we bestellingen zo goed en zo snel mogelijk bij de klanten gaan afleveren. Daarvoor hebben we deze overheerlijke gerechten van Senna nodig en natuurlijk ook echte Amerikaanse gasten. Doe jij de strik voor? Ja. Hou jij dat aan? Ja. Nou, wij zijn er klaar voor. Ja, is het goed gelukt met al het oefenen? Zeker, laat die klanten maar komen. Nou, jullie gaan eigenlijk om de beurt gaan jullie bedienen. 4 dienbladen vol, het wordt steeds een beetje moeilijker. Dan is het belangrijk dat we snel zijn, een beetje elegant... en het allerbelangrijkste of alles heel is aangekomen. En jij bepaalt wie er gaat winnen? Ja, dus je moet mij overtuigen. Oké. Let the games begin. Zo, Senna, eerste bestelling graag. Klaar voor? Go! Ja, waar moet je heen, schat? Tafel 3. Tafel 3. Goedemiddag allemaal. 2 koffie en een appeltaart. Oh, Kim Kardashian, het gezellig. Oh, ik... Zwarte koffie, alsjeblieft. Open koffie. Joe! Woe! Ik ga de andere kant op, merk ik. Niks aan de hand. Hier, tafel 6. Tafel 6. Pa. Stop. Ja. Oh nee. Tafel 1. Tatjes en een shake. Even een lekker shakeje. Ach, dat is mijn broer en een patatje. Die zijn bij huis. Ja. Steve Carell. Ja. En de laatste mag naar tafel 2. Ach, wat leuk. Nou, Joe, dit vind ik nou toch gezellig. Alsjeblieft. Oh. Ik ga even naar de keuken. Hé, daar ben ik weer. Oh, ben jij er ook? Nou, die is voor jou. En die is ook voor jou. Veel plezier ermee. Ja, dat was hem. De tijd is gestopt. Tafel 3. Eenmaal. Denk aan die elegantie, hè? Ja. Tafel 1. Ja. Gaat hartstikke goed. U hier. Ja. Ja, uw broer is er ook. Wow. En de laatste, tafel 2. Tafel 2. Die zal wel van jou zijn. Alsjeblieft, deze samen delen. Ja. En nou lief doen. Got it. Oh, ik heb helemaal trilbenen.
Dat ging wel goed. Jij bepaalt het. Wat heb je gezien? Vertel ja, mij. Wat viel je op? Ja, ik moet zeggen, kijk, in dat hoekje ging het bij allebei wel een beetje moeilijk. En Patrick, je hebt het heel goed gedaan, zo elegant. Aan het begin zeiden we natuurlijk wel, het allerbelangrijkste is dat alles netjes aan de tafel komt. Dan moet ik de wens aan jou geven, Klaas. Ja, gefeliciteerd. Elegantie voor jou? Hey, wat doe ik het voor? Ja. Ja. Nou, ik doe het voor de winst. Kan ik Patrick verslaan op een hoverboard in een American Diner? Deze liep op rolletjes. Bloedstollend spannend! Oh nee, dat was wat anders. Klaas kan alles, daar kijk je naar. En als je een ander duel wil zien, moet je even hier klikken. Daar kan je je abonneren. En hier vind je andere vette opdrachten. Lekker kijken, veel plezier.